laat jullie vandaag de nieuwe producten zien van A&G Cosmetics. Het zijn drie nieuwe producten. Een reiniging, een toner en een scrub. En ik ga ze even laten zien hoe ik ze gebruik. Ik ben enorm fan. En ik raad het iedereen aan. Het is super lekker en super makkelijk. Dus ik ga het even jullie laten zien. Ik ga mezelf even voorbereiden en dan zie ik jullie straks. Zo, ik heb even mijn haarband omgedaan, zodat mijn haar niet vet wordt. Dus ik laat het jullie even zien hoe we deze producten gebruiken. We gebruiken ze ook tijdens de behandeling van A&G. Het zijn echt supermooie producten die de huid intensief reinigen, maar op een hele milde manier. Om te beginnen is het de Organic Nourishing Cleanser. Dit is een reiniging die je kan combineren met water, waardoor je huid super schoon maakt. Reinigt ook super goed de make-up. Hij is zelfs zo zacht dat je hem over de ogen kan gebruiken. Dus ideaal is nu ik oogmake-up heb, kan ik hem dus daar gewoon voor gebruiken. Dus die ga ik eerst even aanbrengen. Neem voldoende van het product en masseer het lekker in. Heb je weinig tijd, masseer je snel en spoel je hem lekker af. Heb je wat meer tijd, neem je wat meer tijd om heerlijk het product in te masseren. Super zacht ook voor de ogen. Je zou hem nat kunnen maken of onder de douche kunnen stappen, maar ik gebruik een warm handdoekje. Ook zal ik dan, als ik dan overdag ben, doe ik even lekker de toner die er ook nog, die ik straks ga vertellen. Maar nu pak ik ook even de scrub, want je kan dan 1 of 2 keer in de week ook extra even die huid exfoliëren. En dat doen we inmiddels van de Organic Nourishing Exfoliant. Met een hele milde korrel. Deze korrel is zo zacht, waardoor je hem zelfs bijna dagelijks zou kunnen gebruiken. Het advies is altijd, kijk een beetje naar jouw eigen huidtype. 2 à 3 keer in de week. Kan hem een beetje met water opschuimen. Dan wordt het een beetje een foamy exfoliant. Ook dit is ongeveer voldoende. Je masseert hem lekker in. Neem lekker alles goed mee. Je kan natuurlijk ook je hals en décolleté altijd meenemen. Daar is de huid een stuk dunner en deze scrub is er enorm fijn voor. Verwijder hem weer onder de douche of met een warm compres. Zorg dat alle korreltjes verwijderd zijn van de huid. Ik voel mij is helemaal goed weg. Ja, mijn huid voelt zijde zacht. Ik voel een lichte tinteling, maar het is heel prettig of het gewoon heel fris en schoon is. En om af te sluiten pak ik de toner. Ik zal hem even laten zien hoe die in de verkoop eruit ziet. De Organic Firming Toner. Het voordeel van deze toner is dat je hem als een spray gebruikt. Dus je spreekt hem over de huid. Geen watjes komen eraan te pas. En het zorgt er echt voor dat je de eerste vocht lekker al binnenkrijgt. En alles wat je daarna aanbrengt, dus je serums, je crèmes, veel beter wordt opgenomen. Ik ga hem even lekker over het gezicht sprayen. Dit is echt een van mijn favoriete producten, vooral omdat het zo makkelijk is. Wat ook lekker is aan deze mist, is dat je hem overdag ook wel eventueel kan bijsprayen. Je hebt natuurlijk de A&G collageen spray, maar die is misschien een beetje kostbaar om constant bij te sprayen. En dan heb je nu de toner om toch even extra hydratatie te krijgen. Daarna spray ik weer lekker met de collageen spray. Een heerlijke dag- of nachtverzorging. Ligt eraan op welke tijd van de dag natuurlijk. En houd het in de gaten, want A&G komt ook dus met een moisturizer. Wanneer? Dat laten we zo snel mogelijk weten. Maar we weten dat er binnenkort iets aankomt. Ik doe nu lekker de crème op van Maria Gala. En ik ga jullie straks meenemen met een superleuke video over de nieuwe make-up producten.